film op te nemen, ben ik wel heel anders gaan denken en kijken naar dingen. Want samen met Zoey, die speelt ook, hij heeft in de film bloedkanker. En wij gaan samen onze bucketlist af. En toen we het aan het doen waren, zeiden we ook tegen elkaar, jeetje, eigenlijk gek dat je zoiets nodig hebt om dan al die dingen te gaan doen. Maar het heeft ons aan het denken gezet. Ik wil heel graag nog heel veel reizen maken en bijvoorbeeld orka's in de natuur zien zwemmen en zo. En toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon gaan doen. Waarom uitstellen? Maar dat is altijd, dat is goed, dat zijn dromen. Dat is fantastisch. Ja, het zijn dromen, ja, maar dat is een bucketlist. Het is een lijst van dromen. Maar heb je werkt. Nee, want een bucketlist gaat toch om een kist? Een bucketlist is toch letterlijk gemaakt, voordat ik een kist ga, moet ik dit gedaan hebben? Nee, je kan ook een bucketlist hebben als je... Nee, maar daar is oorspronkelijk... De betekenis van bucketlist is toch gewoon... Bucket is toch overlijden? Of ben ik nou... Dat weet jij beter. Dat weet ik niet van. Nee, tuurlijk, ja, dat is... Nee, maar dat zijn dromen. Ik val niet aan. Het zijn gewoon... Tuurlijk, het zijn dromen. Zo moet je het zien. Ja. Maar je waarschijnlijk, want je denkt dan dus op zo'n moment... Ik heb te hard gewerkt, ik heb te weinig tijd... Het triggert mij gewoon wat ik vind. Het is onzin dat je een lijstje moet afwerken en dan... Maar ben je daarna wel die dingen gaan veranderen? Ben je wel... Nee, ik wil meer genieten. Maar meer in het hier en nu. Dus gewoon meer gaan genieten. En niet zozeer van, oké, ik moet dat doen. Ik moet in een luchtballon gaan zitten omdat ik dat nog wil doen. Ja. Nee, maar meer gaan genieten van, oké... Maar dat is ook wel haar insteek, hoor. Dus het wordt nu misschien zo op de bucketlist. Maar haar Eva... Haar insteek is ook echt niet van... en daarna kan ik doodgaan, want ze strijdt voor haar leven. Ja, maar ze wil gewoon graag al haar dromen, alles wat ze graag wilde ze gaan... is ze gaan doen. En dat is wel heel mooi. En de boodschap is dat je natuurlijk gewoon dat... Alles iedereen dit dagelijks leven juist dat moet doen. Nee, dat is maar helemaal ik goed. Begrijp jou helemaal. Nee, ja, maar nogmaals, het is gewoon een gevoelig puntje. Persoonlijk. Mart, heb jij een bucketlist dingetje nog? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee? Maar nu je het me vraagt, ik denk dat ik zou koken voor de hele familie. En heel lekker. En goede wijn. Juist. En tot ziens. Ja. Ik hoop tot ziens. Ja, nou, dat. Ja, wat moet je het mooier maken? Helemaal niet. Ik denk toch dat mensen... Ja, ik denk dat het helemaal waar is. Vriendschap, dingen, dat zijn de dingen die... En het is echt niet met een kano van een fjord afgaan. Dat is echt niet waar het geluk zit. Nee, nou, maar je wil natuurlijk met een bepaald gevoel... wil je mensen de bioscoop uitsturen. Ja, het gaat overigens niet alleen daarover. Nee, het gaat ook over haar. Ze heeft een broer die getrouwd is met een vrouw... en die wordt gespeeld door Jim Bakken... maar die ondertussen verliefd is op een man. Dus die draagt ook een geheim met zich mee. Haar zusje wordt verliefd op een Marokkaanse jongen... terwijl onze vader... eigenlijk niets wil wat niet Nederlands is. Dus daar komen ook best wel botte, grove grapjes... maar ook wel herkenbare dingen naar boven. Dus het is echt met een lach en een traan. Dus het is van alles samen wat de film wel heel leuk maakt. Ja. Je kan ook natuurlijk misschien met je familie gaan bunnyjumpen. Ja. Hey, maar ik ben dol op dit soort films. Laten we duidelijk even zijn. Dit is dingen die daar aanstaan. Ik ben een normaal romantische comedy. Nee, maar daar ben ik wel van. Nee, dus dat zijn... nee, ik begrijp het. Dat je het weet. Hè. Tot slot, première is geweest. Morgen gaat hij in de bioscoop. Natuurlijk ook wel een spannend moment, want dan wil je dat iedereen gaat. Als het nou nog even over die...